De ontwikkeling van de hersenen, dat is een van de meest complexe vragen in wetenschappen vandaag. De ziekte van de ontwikkeling van de hersenen, dat is nog complexer. En ik ben heel blij om zo'n complexiteit te mogen bestuderen. Maar daarom moeten wij vrijheid hebben, daarom moeten wij tijd hebben. En dat is precies wat de generaal woord ons brengt. Zeldzame ziektes zijn eigenlijk een grote groep van ziektes en het typische eraan is dat ze voorkomen bij minder dan 1 op 2000 Europeanen. Een aantal gekende zeldzame ziektes zijn ALS en mucoviscidose. Waarom gekend? Omdat die voorkomen bij een paar duizend mensen in België. Maar heel veel van die zeldzame ziektes die komen maar voor bij een paar honderd mensen in België. Je ziet jonge kinderen die een probleem hebben. Ouders gaan van arts naar ziekenhuis, naar nog een arts. En het duurt soms heel lang voor de diagnose kan worden gesteld. En als dan het goede nieuws komt, we weten wat de ziekte is, dan komt meestal het volgende probleem, er is geen behandeling voor de ziekte. En dus vandaar het ondersteunen van onderzoek dat ons beter laat begrijpen hoe die zeldzame ziektes ontstaan. En vandaar het ontwikkelen van nieuwe diagnostica en therapeutica is bijzonder belangrijk, zowel voor de patiënt, zijn omgeving en de arts. We keep being surprised every year more and more by the high quality of science in Belgium. It's a fantastic feast to read these applications. The laureate is Professor Van der Hagen. We are talking here of one of the most brilliant applicants that I have seen, and I see a lot, and he's definitely among the top 1%. I mean, really star quality. This is a neuroscientist that not only looking into an interesting question such as the development of the human cortex, this outer part of the brain, but has also invented the tools, research tools and methods that would assist in doing so. Donc notre projet s'intéresse aux maladies du développement du cerveau. Ce sont des maladies très mal connues et comme on dit en anglais, you can only fix what you understand. Donc la première chose en fait que nous voulons faire, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules nerveuses des patients qui souffrent de certaines maladies orphelines du développement du cerveau pour pouvoir ensuite, à plus long terme, développer des traitements appropriés. C'est très compliqué. Si on utilise des modèles animaux, ce sont des cellules nerveuses qui ne sont pas humaines. Et chez les patients, on ne peut évidemment pas utiliser des techniques invasives qui touchent à ces cellules nerveuses. Pour cette raison, nous avons inventé une nouvelle technologie qui consiste tout d'abord à générer des cellules souches qui présentent les mêmes mutations génétiques que celles que l'on trouve chez les patients, ensuite les transformer en cellules nerveuses qui sont enfin transplantées chez la souris. Dans des cerveaux de souris, pourquoi ? Parce qu'ainsi, nous pouvons suivre, presque en temps réel, le développement de la maladie au niveau des cellules nerveuses humaines, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui déclenche les processus pathologiques et potentiellement, à plus long terme, comment les enrayer par des traitements appropriés. Een van de topics waar ik het meest op gefocust ben, zijn eigenlijk ontwikkelingsstoornissen, kinderen met een verstandelijke beperking. En op die manier hebben wij in 2005 een nieuw syndroom beschreven, dat noemt het MECP2-duplicatiesyndroom. Nu eventjes kort, MECP2 is een gen op het X-chromosoom, was eigenlijk al gekend bij meisjes. Als je een foutje hebt in het gen, dan als meisje heb je het Rett-syndroom, jongens worden helaas niet geboren. Maar wat wij gezien hebben is dat als je te veel hebt van het gen, dat een probleem geeft bij jongens. Dus je ziet eigenlijk twee aandoeningen die een beetje een spiegelbeeld zijn van elkaar. Nu, om verder te begrijpen wat er precies fout loopt als je te veel of te weinig van het eiwit hebt, hebben we destijds hersencellen gemaakt, uitgaande van huidcellen van patiënten. En het huidige onderzoek samen met professor Pierre van der Hagen gaat eigenlijk nog een stapje verder. Je neemt eigenlijk je patiënt als het ware mee naar het lab en alle informatie die daaruit terugkomt, kan je terugkoppelen aan de patiënt. En de ultieme bedoeling is uiteraard om een therapie te vinden voor deze personen. We hebben dat opgemerkt als ze ongeveer, hoe oud was ze? 1 jaar. Toen merkten we dat er iets niet klopte. Je suis la maman de Sacha, qui a 2 ans et demi, qui est atteinte de la duplication MECP2.
La maladie fait qu'il est polyhandicapé, donc il ne marche pas, il ne parle pas, il a un retard mental sévère. Na 4 jaar, 5 jaar is ze heel veel achteruit beginnen gaan. Vroeger kon zij veel motorisch en nu kan ze eigenlijk bijna niks meer. Il est épileptique aussi, du coup on a beaucoup de stress, beaucoup de médicaments à donner. Ik hoop dat ze ergens iets kunnen vinden waardoor dat er terug meer hersenverbindingen komen en dat ze terug leerbaar wordt. Daar is inderdaad veel wetenschappelijk onderzoek voor nodig. On voulait vous remercier, vous féliciter pour les recherches que vous avez entamées sur la maladie de Sacha et toutes les conséquences bénéfiques que vous allez engendrer sur son développement futur. We willen toch wel professor Van der Hagen bedanken dat zij onderzoek doen naar het Rett-syndroom en ook meer te weten willen komen over de MECP2-gen. En daarom willen we ook wel proficiat wensen met de prijs die ze gewonnen hebben. En hopelijk wordt het geld goed besteed aan nog meer onderzoek. En wie weet, gaan we er ooit nog wel eens iets van terugzien bij onze dochter of bij andere kinderen dat Rett-syndroom hebben. Dus proficiat.